Een goeiemorgen, welkom weer bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Zoals jullie zien, ik heb mijn haar helemaal gedaan en ik heb een make-upje op en ik ben helemaal in de glitters geduwd. Nou, het is inmiddels nu 7:15 ochtends en ik ging echt om 6:00 er al uit of zo. En ik ben nu aangekomen op Green Valley Estate, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar daar bevindt de Go Social Party vandaag. Dus daar ben ik. En dat betekent dat ik daar een demo ga geven. Ik heb gisteren de paarden al gebracht. Die hebben hier overnacht. Want we moesten hier dus natuurlijk hartstikke vroeg aanwezig zijn. Dus dat leek mij niet zo'n lekker idee om 5:00 ochtends al te gaan wassen en laden. Dus ik heb gistermiddag de paarden al gebracht. En gewassen en gepoetst en noem maar op. Ik moet ze alleen nog even knotten vandaag. En helemaal in de glitters en noem maar op zetten. Daar moeten ze nog helemaal, helemaal mooi gemaakt worden. En ik ga ze zo even voeren. En dan hebben wij om 8:00 hebben we de briefing. We moesten ons om 7:30 melden, zodat je dan even je paard kon doen, et cetera. Maar ik ben dus wat te vroeg. Maar dat is niet zo erg. Dan heb ik lekker de tijd. En ik hoop dat ze wit zijn, want we hebben geen wasplaats hier. Of er zijn wel wasplaatsen, maar daar kunnen wij geen gebruik van maken volgens mij. Dus dat stopt met 2 witte paarden die ik mee heb. Of in ieder geval 1 pony en 1 paard. Dus ik probeer jullie vandaag een beetje door de dag mee te nemen. Het lijkt me leuk om even iedereen te vragen hoe het gaat vandaag met ze. En ik hoop dat er iemand is die mijn show wil filmen. Dat ik niet vergeet te vloggen, want het is een hele hectische en drukke dag. Dus ik probeer jullie zoveel mogelijk mee te nemen. Ik heb mijn camera in ieder geval meegenomen. Dat is al heel wat. Want ik wou eigenlijk vandaag niet vloggen, maar ik dacht het is wel heel erg leuk om zo'n evenement een beetje achter de schermen natuurlijk te vloggen. En ik ga nu even mijn laatste spulletjes pakken en dan ga ik naar de stallen toe. Even naar Vis en naar Harvey, want die heb ik mee. En ik vind het echt oprecht heel erg spannend vandaag. Want ik heb Vis al heel lang niet meer mee gehad. En Harvey überhaupt nog nooit. Dus ik vind het echt heel erg spannend. En Fiscal en ik, die, zeg maar, dat zijn 2 handen op 1 buik. Maar dat heeft een haat-liefde verhouding. Dat is, zeg maar, als hij mee is, vind ik het heel erg leuk. Maar ik krijg ook heel veel stress van hem. Dus als ik maar nu al aan hem denk, krijg ik al stress. En waarom? Geen idee. Maar het is bij Vis een beetje het een of het ander. Of hij laat je heel hard vallen. En dan gaat hij zijn eigen plan trekken tijdens de show. Of hij doet het super. Maar ja, dat is altijd wel een beetje spannend. En op een wat groter evenement is dat toch altijd wel vervelend. In plaats van een ponykamp. Dus ik ga nu mijn laatste spulletjes pakken. En dan ga ik naar de stallen, zoals ik al zei. En dan zie ik jullie zo weer. En dan hoop ik dat jullie genieten van deze vlog. Zou het leuk zijn als jullie even een duimpje omhoog geven op deze video alvast. En vergeet ook niet te abonneren. Want ja, ik wil naar die 4000 abonnees, jongens. Ik ben er heel hard voor aan het werk. En ik hoop dat dat met z'n allen gaat lukken. En ik ga nu naar de stallen. Ik ben even naar de stallen geweest, maar nu ben ik even in de hal waar het allemaal gebeurt. En ik zie hier gezellig Megan staan. Die is al helemaal voorbereid. Helemaal voorbereid. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja? Jij ook? Ja, weet ik niet. Ik vind het heel spannend. Ja, het is wel een hele mooie hal. Ja, vind ik ook. Jullie kunnen het hier achter zien. Ik vind het mooier als vorig jaar. Ja, ik ook. Veel en het is warmer. Ja, vorig jaar was het zo koud. Ja, het was heel koud. En staan die van jou daar een beetje schoon bij? Want die van mij zijn echt helemaal vies. Redelijk. Nou, die van jou zijn ook bont, hè? Nou, de ene is vos, toch? Ja. Ja, en de ander is bont. Ja. En die is nog schoon. Ja, wat ik zag wel, maar ik weet niet wat ik aantrek. Wij zagen dus net ook dat het schoon was. Dat dachten wij in ieder geval van Harvey, maar schijnbedriegt. Ik weet niet of jullie mijn story dit hebben gezien, maar het is echt heel erg. Het viel een beetje tegen. Ja. Dus ik ga zo wassen. Jij bent de stand nu aan het opbouwen, hè? Ja, we gaan eventjes de laatste prijsjes doen, want we gaan al bijna open. Oh, ja. Een 3 kwartier, denk ik. Ja, zoiets. Ja, 1:45. Dus ze bij staan. Ik ben helemaal klaar voor. Klaar. Succes! Ja, dankjewel. Jij ook. Joe. Hebben jullie er ook zin in? Ja. Branko, heb je er ook zin in? Ja, enorm. Enorm. Ja, want jij zit nu sinds kort bij Go Social. Ja, dat klopt, ja. Dus shout-out even je kanaal, want je hebt op je trui staan. Ja, ik ben van SSC Stitch. Ja, je schrijft een beetje. Bijna. Nou ja, maar ja, ik ben er sinds kort en dit is mijn eerste evenement hier. Dus ik ben benieuwd wat vandaag gaat brengen. Ja, dus ik heb er zin in. Spannend. Hallo.
Hallo. Wat zijn wij aan het doen? Wij zijn aan het wandelen. Waarheen? Naar de stallen. Wij zijn naar de stallen aan het wandelen. Want jullie hebben over 2 uurtjes? Anderhalf uur. Anderhalf uur. Half 9, half 10, half 11 inderdaad. Over 2 uurtjes. 2 uurtjes de show. Ja. En dan ja, wordt alleen maar heel spannend. Ja, inderdaad. Dat is de eerste keer dat wij deze nieuwe show echt officieel gaan doen. Ja, het is ineens een nieuwe show voor jullie. Ja. Hè? Want je hebt nog 4 ponies. Ik heb nu 4 ponies in plaats van 2. Dus ik ga met 2 tegelijk lopen. Span gaat met 2 tegelijk lopen. Oeh. Ik ben heel benieuwd. Ja, snap ik. Ja, ik ben ook heel benieuwd, want ik heb Harvey voor het eerst mee. Ja. En vis na een hele lange tijd. Dus ik vind het heel erg spannend. Ja, inderdaad. Die waren ook wel goed op dreef. Ja, maar je hebt er wel zin in vandaag, toch? Ja, ik heb er wel zin in. Het is wel een beetje, koud nog. Het is Ja. Maar het is ook nog vroeg. Het is 8:30. Ja. Ik was hier om 7:00, dus ik ben hier eigenlijk best wel lang. En de dag duurt tot 7? 6? Zoiets. 6, 7. Dus het wordt gewoon een hele lange dag. En wij komen nu bij de stallen aan en dan gaan wij natuurlijk even filmen voor jullie. Kunnen jullie lekker backstage kijken? Vis! En hiernaast staat Harvey. Hi jongen! Oh jee! Alle spullen worden verhuisd. Ja, moet je even naar mama lopen. 1, 2. Oh, sorry. Hij zit. Afblijven. Dit is de perfecte ster. Oké, next. Kom, nog sterren. Oh, nog een premier. Jongens, we zijn helemaal chocola. Ik zou meteen gaan doen met die mandala. Maar kijk, verder goed afblijven. Oh, shiny. Welkom achter de schermen. Aan de kant. Ja, inderdaad. Hey. Helemaal in de glitters. Jij ook helemaal onder. En hoeveel potjes glitter gaan er zo door op een evenement? Zeg of 6, 7, 8. Voor 4 ponies? Nee, voor 1 pony. 6, 7, 28. En de rest ik vind dit wel fans. Ik denk dat ik het ga laten. Ja, inderdaad, zo van die oorlogsstrijders dingen. Ja, oké, maar hier. Wow! Nog een keer? Ja. Oh, kut. Die heeft hij niet. Nou, ik heb precies. Onderweg met de ponies naar de opening. Wat gaan we allemaal doen? Social Party 2023 officieel is geopend! Yay! Blijven zwaaien, Bia, blijven zwaaien. Zullen we nou een leuke foto maken? Moeten wij niet iets naar achter richting de tribune? Misschien iets naar achter inderdaad, maar wat dichter op het publiek staan. En een beetje bij...
zijn even aan het wandelen, even de benen strekken. Met Smurfy en Grootie. Groot Smurf en kleine Smurf. Nou, hoe laat is het? Laat. 6 uur of zo? Nee hoor. Echt niet? Later? Nee, niet. Ik weet het niet. We gaan even kijken. Het is 6:15. Het is 6:15. En ik zie volgens mij spierbleek vanaf het begin van de video. Dana is ook moe. Ja, wel leuk met z'n jasjes. Maar wij lopen nu naar de stallen, want er waren nog mensen met een golden ticket of zo. Ja, dus die mogen nog even een rondje stallen. Die mogen nog een rondje stallen doen. En daarna wordt het tijd weer om vis te laden. Dus ik hoop dat het goed ging, want de heen goed gaat. Want de heenweg ging niet zo goed. En dan is het weer tijd om naar huis te gaan. En dan lekker te slapen. Yeah. Maar eerst op de paarden naar huis brengen, uiteraard. En nog een rit van een uur, anderhalf uur ruim. Dus dat wordt echt een succes. Dus wij gaan nu even naar de paarden. Nou, wij zijn nu in de stallen en we gaan ze lekker weer naar huis brengen. Kijk eens wie ik tegenkom! Goed, ja, lekker. Horse Agility was hij lekker rustig. Oh, dus het ging wel. Fijn. Hij liep er zo doorheen. Goed. Ja, want ja. Hij is de buurman van Harvey. Ja! Dat is wel leuk, ze staat eigenlijk aan. Ik ben de staldeur van Fisty. Kijken we. Oh, hij staat nu te slapen. Die ouwe. Ik snap het ook wel. Hij is gewoon heel erg moe natuurlijk. Ja. Inderdaad. Oh, kom je nou wel kijken? We zijn. Energie genoeg! Ik wou niet zeggen, zijn ze er klaar mee of? Ja, nou, volgens mij willen ze nog wel een rondje. Vooral ja, vis, want vis die had er echt die zin in. Zin. Oh. Die wil ik nog wel een keer zien. Ja, die ging uit. Dat was heel leuk. Ja. Ja. Nou ja, vis heb je gereden, maar hij ging niet zo hard doen. Nee, gelukkig. Gelukkig is hij alleen in de bak zo. Ja, nou, nu lekker naar huis rijden. Ja. Jij hebt lekker een wagentje. Ik heb een wagen. Maar jij moet ook bijna 2 uur. Ja, ook een 1,5 uur. En nog de stand inpakken. Je hebt geen stand, dus dat scheelt. Lekker, lekker. Nee. Daar gaat niemand aan. Hallo. Oh, oh, dat wordt een scherpe focus. Ja, nee, ja, nee, ja, ja, dus hier. Nou, dan gaan wij lekker alles doen dat. We zijn wat eerder klaar, dus lekker tijd thuis. Lekker, nou of niet, heerlijk. Nou, inderdaad. Jongens, ik hoop dat jullie het een leuke dag vonden. Ik ook. En een leuke vlog voor degenen die er niet bij ja. waren. Ja. En jij hebt ook gevlogd vandaag. Ik heb ook gevlogd, dus ja. Ook even bij Daphne op de kanaal kijken wanneer de vlog gaat. Zeker, ja. En dan bedankt voor het kijken, dankjewel. Doei.